Skoda heeft een Fabia gefacelift. Dan denk je misschien, big deal, gaat hij daar helemaal voor vliegen naar Athene? Ja, eigenlijk wel. Ik heb niet zo gek veel reden nodig om met het prachtige land af te reizen. En toch, er is wel een big deal. En dat is niet die facelift. Dat zijn niet die andere koplampen, ander grilletje, andere bumper. Nee, dat zijn de motoren. Bijna het complete motorenpalet is veranderd. En het zal je niet verbazen dat downsizing daarbij het sleutelwoord is gebleken. Het enige wat in feite gelijk gebleven is, is de instapper, die 3-cylinder 1.2 benzinemotor. En dat zal meer bedoeld zijn om die psychologische grens onder de 10.000 euro te houden. Dieselmotoren had je voorheen de keuze uit een 1.4 of een 1.9 TDI met pompverstuiver. Die zijn allebei weg en vervangen door, jawel, common rail techniek. Voortaan kun je kiezen uit een 1.2 of een 1.6. Dat zijn machines met 75 of 105 pk. En het belangrijkste nieuws is dat ze vooral heel veel zuiniger en dus schoner zijn. Bij de benzinemotoren is er een compleet nieuw blok gekomen, een 4-cylinder 1.2, en die is er naar keuze leverbaar met 86 of 105 pk. Ik rijd nu met de 105 pk, de sterkste. Het is echt een waanzinnig mooie, krachtige machine. Heel erg soepel en sterk onderin. Vanaf 2000 toeren trekt hij er volop aan en dat maakt van deze Fabia eigenlijk een waanzinnig snel en rap dingetje. Bizar is dat het eigenlijk past die motor gewoon niet bij het uiterlijk van de auto. Ik vind zo'n Fabia altijd iets goedmoedigs hebben, een soort goede lobbes, maar het is gewoon een heel fel autootje eigenlijk. Heel lekker. We kennen deze motor natuurlijk al uit de Volkswagen Polo en recentelijk ook de Skoda Yeti, maar toch, in zo'n Fabia valt weer op hoe ontzettend fijn die motor eigenlijk is. Erg goed ding, hij is naar keuze leverbaar, standaard eigenlijk met een handgeschakelde 5-bak en je kunt hem ook krijgen met een 7-traps DSG en dan verbruik je nog maar 5,3 liter per 100 kilometer. Dat zijn mooie cijfers. Met deze nieuwe motoren geldt dat alle Fabia's voortaan standaard 20% bijtelling genieten. En met dat nieuwe snoetje en nieuwe motoren is de Fabia-lijn weer helemaal up-to-date. Maar nog niet compleet, er komt namelijk nog meer aan. Onder andere die superzuinige diesel die we uit de Polo Blue Motion kennen. Dat wordt dus in feite straks een Fabia met 40% bijtelling. En daarnaast komt er ook voor de powerliefhebbers een RS met 180 pk.